Gilles, de voorbereiding op het nieuwe seizoen is weer begonnen. 2 dagen getraind en nu al een wedstrijd. Dat is eigenlijk best wel snel. Ja, dat klopt. Maar dit soort wedstrijden kan je ook zien als een training eigenlijk. De aanvalspatronen die je traint. Het wedstrijdritme dat er weer in moet komen. Dus dat kan je niet echt zien als een volledige wedstrijd, maar meer als een trainingsvorm eigenlijk. Ja, meer was het niet, hè, tegen VV Oosterhout. Nee, inderdaad. 2 dagen best wel pittig getraind, dus er zijn wat jongens met een beetje pijntjes hier en daar. Daarom dat iedereen 3 kwartier speelt. En ja, veel kan je niet over zeggen, maar het is gewoon goed om die minuten te maken. Het nieuwe seizoen, zoals ik al zei, staat voor de deur. De trainer heeft het al laten weten. NAC wil wat aanvallender gaan spelen, met name in de thuiswedstrijden. Wat vind je ervan? Ja, het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Het hangt af van de wedstrijd, van de tegenstander. Dat je natuurlijk vooral thuis iets meer dwingend wil voetballen, dat kan ik wel begrijpen. Maar dat moet maar steeds per wedstrijd blijken of het gaat lukken, ja of nee. Dus om dan van tevoren te gaan zeggen, we gaan aanvallend spelen, dat vind ik makkelijker gezegd dan gedaan. Hangt natuurlijk ook af van je selectie. Ook al ja, op dit moment is het nog een redelijk kleine selectie. Ik ga ervan uit dat er wel spelers zullen bijkomen. Kees Kwakman is vertrokken. Dus de komende 2 maanden hebben ze bij NAC nog druk zat met het samenstellen van de selectie. Moeten de supporters zich zorgen gaan maken omdat die selectie nu nog zo smal is? Nee, dat niet. Ik heb het volste vertrouwen in NAC en het beleid. Dus ik denk dat er wel goede spelers worden aangetrokken. NAC gaat... Zoals ik al zei, NAC gaat dat aanvallender spelen. Tenminste, dat is de intentie. Dat betekent natuurlijk ook wat voor de verdediging. Waar jij ook wel eens in staat. Ja, als we aanvallender gaan spelen zal de verdediging ook moeten opschuiven. Anders zijn de linies te groot. Misschien moeten we daar wel iets meer afstanden overbruggen. Maar als je als team aanvallender speelt en als blok blijft, dan is dat best wel mogelijk. Alleen ja, dan moeten we aanvallender naar voren schuiven en naar achter schuiven. Ja, maar kan dit elftal dat met veel ruimte in de rug spelen? Ja, we hebben nu nog een 5-6 weken voorbereiding. Dan moet je daarop trainen. Als je het zo wil tot uiting laten komen in de competitie, heb je nu de... Maar doorgaans heb je dan snelheid nodig, hè, achterin? Jawel, maar ik denk dat Seb heeft best wel snelheid. Kenny van de Weg heeft snelheid. Ik weet niet wie er centraal bij komt. Henrico heeft ervaring. Dus ik denk dat het wel mogelijk is, ja. Tot slot, ik moet er toch even over beginnen. De Rode Duivels, genoten gisteren? Ja, ik heb gisteren zeker genoten. Wel heel veel spanning. Maar we zijn een ronde door. Eerlijk gezegd had ik het ook wel verwacht. Ik verwacht ook dat we gaan winnen tegen Argentinië en dan een halve finale. En dan houdt het op, hè? Ja, een halve finale tegen Nederland zou heel mooi zijn. Ja, en dan moet je gewoon doortrekken en dan moet je voor die finale gaan. En joh, Nederland wint. Ja, ik durf ervoor te winnen dat België wint van Nederland. Nou, waar winnen we om? Ja, dat mag jij zeggen. Daar ga ik nog even over nadenken, maar ik denk namelijk, want België heeft wel moeite met scoren, heeft veel kansen nodig. Ja, we hebben wel een goede verdediging. Nederland heeft weinig kansen nodig, hè? Ja, dat is waar, ze zijn heel effectief, maar ik vertrouw op mijn Belgische landgenoten. Doen we gewoon een lekker Belgisch biertje, wedden we daarom? Is goed, Baksik Jupiler. Doen we, hand erop.